Welkom bij onze playthrough video van Maui. Ben je benieuwd hoe je Maui speelt? Ga dan even naar onze andere video, namelijk de uitlegvideo. Dan weet je namelijk precies hoe het gespeeld wordt. Maar in deze video gaan we hem enkel playthroughen. Ja, dus we gaan direct ter zake, mensen. Hier zie je het speelbord liggen. Yes. En hier gaan we proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Daar op gaan we. Ons eigen strand. Ik heb mezelf, zo onbeleefd ben ik, de startschelp gegeven. Dus ik zal even beginnen. Startzeester. Ik begin natuurlijk met het toevoegen van Ik begin met jouw resetten. Oh ja, oh. Dat lachte nog van de uitlegvideo. Ja, oh. Zo zijn wij. Ik pak deze, die is gratis. Daardoor loopt geel door. En daardoor mag ik ook één stap vooruit op de gele track. Ja, ik zie er wel een, maar die is wel heel duur. Maar die is wel perfect. Maar die geeft ook wel weer dingen aan de binnenste randen. En je wil natuurlijk eigenlijk aan de buitenranden, want dat levert je veel punten op. Dus weet je wat ik ga doen? Wat ga jij doen? Ik ga gewoon deze pakken. Of pak ik dan die? Even kijken. Nee, deze heeft meer overeenkomsten met wat nog gaat komen. Ik leg hem zo neer. Dan loopt dus alleen die blauw gestreepte door. Ja, ga ik één stapje vooruit. Ja, meer is het niet. Nee. Maar, dit is voor mij een hele fijne. Kijk, die was eens voor even. Mij ook perfect geweest. Deze mag maar liefst 3 stappen vooruit. En daarnaast mag die ook nog 2 stappen vooruit. Ja. Heel fijn, even door. En tot nu toe allemaal gratis. Heerlijk. Ja, nu is de vraag. Ik ga er geld aan uitgeven. Ik geef zo'n zandtegel uit, leg ik hierop. Koop ik deze, want kijk, nu heb ik ook 2 doorlopende. Oh, lekker, ja. Die rode met die visjes, die mag 2 vooruit. Ja. En die lichtblauwe. Ja, en dat is de pittigste track. Dus ja, dat is heel die fijn. Mag 3 vooruit. Oeh, ik ga je het. Vol voor de parasols? Ja, nou. Ik zie nu pas dat mijn parasols anders liggen dan die van jou. Oh ja. Nee, ik ga niet voor de parasols. Ik ga voor punten. Ik ga bij deze 3 stappen vooruit. Ja, 1, 2, rent 3. Hij er vandoor. Ik ren er daar vandoor. En voor deze ga ik, hoeveel is het? 1 stapje vooruit. Ja. Ik kan natuurlijk volledig op die lichtblauwe gaan zitten. Ik bedoel, why not? Ja. Deze is namelijk perfect. Want dan loopt en die gele 1 stapje. Wat heerlijk. En die lichtblauwe 3. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk... Ik ga voor alles, parasols en punten. Oh ja, nee, ik heb toch een goeie. Het kan ook gratis. Kijk, ik speel deze parasol vrij. Geert's levensmotto, het kan ook gratis. Ja, precies, slecht als ondernemer, maar toch een leuke motto. Ja. Ik ga 1 stap vooruit op deze track, daar kies ik tenminste voor. En die loopt 3 door, dus ik ben nu al bij het einde. Kijk, echt? Hij loopt telkens perfect door. Wow. En 2 stappen hier. Dat is toch leuk. Dus nu kun je weer even aanvullen. Dan kan ik even kijken of ik wat ik ga doen. Oeh. Wat een boel ook blauw aan de bovenkant. Dat zorgt gewoon voor dat ik in één keer door kan ratsen. Ja. Het levert nu niks meer op. Dat is ook weer een nadeel. Ik pak deze. Ja. Ik heb geld nodig. Ik snap het wel hoor. Maar ik doe niet met je mee. Eén specifieke. Ik hoop dat hij die laat liggen. Oh, hij heeft toch geen geld. Nee. Ik... Doe deze. Dan ga ik 2 stappen vooruit op geel. Dat levert net niet op die parasol. Zo'n lichtblauw op. Net niet. En ik ga 1 stap vooruit op lichtblauw. Dat is ook wel nodig. Ja, 1 stap. Pff, daar lach ik om. Goed, ik geef 1 geld uit om deze te pakken. Kijk. Hij loopt op rood door. Dus dat is mijn eerste stap op rood. Twee. Hij loopt op blauw 3. 1, 2, 3. Zo ren ik er vandoor. En ik heb deze parasol. Het is een gele parel. Wat leuk. Oeh, dat is wel een heel erg sterk voordeel. Ja. Nou, ik denk dat het nu tijd wordt om ook even een munt te pakken. Wat veel! 3 stuks. Oh, ja, heel blij dan mee. Moet ik even kijken waar ik al verder op vooruit wil. Ik wil eigenlijk graag rood, want die levert ook heel veel punten op. Ja. Maar het zou ook leuk zijn als die blauwe een beetje gaat lopen. Er is niet echt iets wat veel overeenkomt, hè? Blauw, rood. Ik ben ook niet heel tevreden, moet ik zeggen. Ja, dan heb ik wel weer zo'n ding. Ach joh, ik doe dat gewoon. Gewoon doen. Waarom kijk, dan loopt blauw met strepen door. Is maar 1 puntje. En ik heb weer een gele parel. Oh, dat is wel lekker. Ja, het wordt nu eens hopelijk tijd... ligt de derde gele parel niet daar, want daar kan ik niet meer bij. Het wordt nu eens tijd inderdaad om dingen door te laten lopen en over parasol heen te gaan. Oh,
nee. Ik pak deze en dat zorgt ervoor dat ik één stap vooruit ga daar. Tjewel. En dat levert me een roze parel op. Ik moet in ieder geval zorgen dat ik niet veel minder aan het einde ben dan Geert. Want als je te vaak past en bijvoorbeeld geld pakt, dan kan het zelfs zo zijn dat je een beurt minder hebt. En dat moet ik niet hebben. Nee. Maar wat hier ligt, moet ik ook niet hebben. Ja, ik pak wel één munt. Dat is goedkoop. Ja, jij hebt de rest. Ik ben ook niet heel blij hiermee, moet ik zeggen. Nee? Ik kan wel 2 munten betalen om die te doen. Dat is leuk. Maar dan geef ik 2 munten weer terug eigenlijk die jij kan pakken. Dat vind ik een beetje kinderachtig. Dus ik doe dan liever deze. Dan ga ik maar 1 stap vooruit op lichtblauw. Hier. Maar, dan krijg ik nog een roze diamant. Braaf. Parel is het eigenlijk. Ik leg deze hier neer. Want deze is ook lekker. Die blauwe, die gaat nu 1 stap vooruit. En de gele 3. Maar ja, die gele is niet zoveel waard. En wat heb ik hier? Roze. Ja, toch leuk. Nee, ik wil gele. Je bent wel kritisch. Ja, dat ben ik ook. En dan pak ik deze. Dan skip ik weer erom mijn parasol. Dat is jammer. Hoeveel stap krijg je? 1 stap op lichtblauw hier. En oh, deze. Maar dat was je aan het einde. Daarop. Ja. Heh, wat vervelend voor je. Misschien toch niet de beste om te kiezen. Maar goed. Echt jammer. Ja, ik moet nu eigenlijk naar boven. Want daar liggen mijn parasols. Dus ik moet nu huppakee naar boven. Dus ik pak deze. Ja. Dan ligt deze zo. Dan gaat deze 1 stap vooruit. En dan heb ik... Ah, de 3e gele. Lekker. Dat is heel erg fijn. Ja. Lekker. Lekker naar boven. Nou, wat ik dan doe is deze. Dan ga ik 1 stap vooruit op het visjesteam. En dan krijg ik... 10. Oeh. En dan ga ik een stap vooruit. Oh, dat is alleen maar de gele. Oh. Dus dat valt voor jou erg mee. Ja, valt wel mee. Maar ik wil eigenlijk direct echt naar boven. Want hier ligt er 1. Ja. Nou, dat betekent dat ik een hele specifieke nodig heb. Namelijk eentje met rood onderop. Maar die ligt er nog niet. Ja, ik durf ook niet te wachten. Zou ik ook niet doen hoor. Even kijken. Ja, ik moet ook nog een lichtblauwe vooruit. Want anders dan heb ik dit er niet... dit kan helemaal niet. Wat doe ik nou? Je moet 1 naar beneden dan. Oh ja, tuurlijk. Oh. Ja. De vis is 1. Dat is het. Oh, dan heb ik die parasol ook niet. Oh. Ja. Oh ja, dan doe ik het gewoon zo. Dan gaat de visjes 1 door. En ik leg deze die ik vrijgespeeld had hier neer. Dan mag ik zowel op de visjes hier als op de lichtblauw een stap vooruit... En ik kom hier doorheen en dat levert me mijn eerste gele parel op. Ik durf niet... Ik heb geen geld. Oké. Pijnlijk. Ja, gaat het niet best? Nee. Oké, dan doe ik deze. Ik leg die hier neer. Nee! Waardoor ik deze pak en ik een stap vooruit mag. Ik moet nog een stap op... Op de visjes en ook deze krijg. Ja. Er is gewoon geen lichtblauw, jongens. Nee. Dat is echt niet oké. Nee, sorry. Ik kan ook gewoon echt alleen maar 1 ding laten doorlopen. Ja, dan moet je daar gewoon voor gaan, Miek. Ja, maar geel. Dat levert niks op. Wat heb ik hier? Een roze parel. Nou, dat is dan nog wel leuk. Wat ik... Nee, daar heb ik niks. Alhoewel... dat is wel wat waard, maar niet voldoende... Praat even in mezelf voor. Dus, ja, nu heb ik ook weer 2 lichtblauwe nodig. Want ik heb er en 1 nodig om weer een basis te doen. En 1 die daar dan op aansluit om die laatste stap te zetten. Ja, en ik ben nu klaar. Dus jij hebt nog 1 tegel die je mag pakken. Ben ik er toch weer ingetuind? Ja, ik zal het nog even voor je opzoeken. Maar het eindigt volgens mij gewoon op het moment dat iemand het einde bereikt. Ja, dit wordt het einde goed, van het spel nog gaan. Het maakt de huidige ronde af. Ja. Dit is niet goed. Dit is niet goed. En ik heb ook maar 1 munt. Ja. Had ik al gezegd dat dit niet goed is? Dat had je genoemd. Nou ja, laat dan ook maar zitten. Nou. Oh, dan doe ik het zo. Dan heb ik nog deze. Oké, de gele loopt dus nu 1 door. Punt. En hier win ik 3 punten op. Hier win ik 1 punt op. Dit is toch die? Ja. Nou, dan laat dan maar niet doen, hè. Nou, en dan gaan we naar de eindscoring. Ik zal eerst jouw punten tellen. 15 krijg je hiervoor. 4 hiervoor is 19. Plus 9 is 28. Plus 5 is 33. Plus 8 is 41. Je hebt geen zandmunten over, maar wel parels.
41 14. Met 9 is 50. En 4, 5 moet ik zeggen, is 55 punten voor jou. Oké. Voor mij 11 en 3 is 14 plus 16 is 30. 39, 47. 2 munten nog voor de munten die ik over had is 49. Plus 2 is 51. Plus 5 is 56. Huh? Hoeveel had jij? 55. Oh, nou, is het nog heel spannend geworden. Oh, wat grappig. Dat had ik echt niet gedacht. Ik dacht, jij hebt me echt ingemaakt nu. Goed gespeeld. Goed gespeeld. 1 puntje verschil. Kan ik mee leven. Nou, zo zie je maar dat er veel verschillende tactieken zijn. Je hoeft niet eens per se het einde te halen. Nee, dat blijft. Om dicht in de buurt van de overwinning te komen. En Maui, je hebt het al gezegd in het uitlegfilmpje, is gewoon een leuk spel voor het hele gezin. Wat behoorlijk wat tactische regels heeft, waardoor het ook voor de expertspeler leuk is. Dus daarom, dik aanrader. Ja, en als je hem even uit wil proberen, kom dan even bij ons langs in Doetinchem, want daar ligt hij voor je klaar. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden wij blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.